President Desiree Bouterse heeft gisteren samen met het managementteam een gesprek gehad met vertegenwoordigers van politieke organisaties. Daarbij is aangegeven dat de situatie in de kustvlakte onder controle is, maar dat de grensgebieden zorgen baren. Omdat het dorp Grand Santi zo dicht bij Suriname ligt, is het van belang om na te gaan hoe we moeten omgaan met de toename van deze positieve gevallen, zegt luitenant-kolonel Daniela Feira, directeur Nationale Veiligheid. President Bouterse zegt dat alle voorbereidingen worden getroffen om verspreiding tegen te gaan. Als we met een positief geval geconfronteerd worden, zal het COVID-team dat meteen aanpakken, zegt het staatshoofd. Indien er een geval zich voordoet waarbij we kunnen constateren, waarbij het COVID-team constateert dat dit uit eigen gelederen komt, dan hebben we een probleem. Want dan zal de verkiezing onverkort niet door kunnen gaan. Het zou onverantwoord zijn. Gelukkig is het niet zo ver. Het betekent dus dat het volgende. Alle bezwaarschriften worden vandaag afgerond. Zijn door het technisch team bekeken. Ik denk dat binnen een uur alles getekend is. En dat houdt in dat we het schema kunnen handhaven om 29 over te gaan tot de loting. Dus nogmaals, alles is op de rails. Tenzij we pech hebben en er komt een besmetting welke vanuit de gemeenschap komt, dan hebben we een groot probleem. Want dan zullen we met het, denk ik, het advies krijgen om de verkiezingen niet door te laten gaan. Tot zover ziet alles er vrij geruststellend uit. Dat was president Desiree Bouterse. Hij heeft gisteren een onderhoud gehad met de politieke partijen in de congreszaal. Hij gaf aan dat er een alarmerende melding is binnengekomen dat aan de oostgrens 12 personen positief getest zijn op het COVID-19-virus. Het aangrenzende dorp Tjabutabiki is in quarantaine geplaatst om te voorkomen dat er lokale besmettingen zouden plaatsvinden.